Antonio Mancini, Oceanië, Artemisia Gentileschi, Maria Stuart, Museumtijdschrift 2 is uit. Hij was de grootste levende schilder van zijn tijd, Antonio Mancini. De Italiaan worstelde met armoede en depressie en experimenteerde erop los. Tegenwoordig wordt zijn naam niet meer in één adem genoemd met grote der aarde als Monet en Cézanne. Is dat terecht? Dat ziet u in de Mestdagcollectie in Den Haag, met een voorproefje in dit nummer. Oceanië is een enorm rijk van eilanden in de grote oceaan. De diverse godenbeelden, maskers, kano's en andere objecten hebben naast ambachtelijke kwaliteit ook een grote beeldende rijkdom, schrijft onze auteur Stefan Kuiper. Naast het eerbetoon aan videopionier Nam June Paik in het Stedelijk Museum Amsterdam, besteedt dit nummer ruim aandacht aan vrouwelijke kunstenaars. Een must-see is het overzicht van de 17e eeuwse Artemisia Gentileschi in Londen. Met haar prachtige barokke schilderijen stak ze menig mannelijk kunstenaar naar de kroon. Ook eeuwgenoot Maria Stuart krijgt dit voorjaar de eer die haar toekomt. Zij het als opdrachtgever. Kunstmuseum Den Haag maakt samen met Paleis het Loo een reconstructie van haar royale collectie Delfts Blauw. Van metershoge bloempyramides tot borstbeelden. Met de onvolprezen column van Oek de Jong en de papieren tentoonstellingsagenda brengt dit voorjaarsnummer de rijkdom aan tentoonstellingen bij u thuis. Museumtijdschrift 2 met papieren tentoonstellingsagenda is vanaf vandaag te koop via onze webshop en vanaf 10 maart in de winkel.